Yo mensen, tof ik kijk deze video. Mijn naam is Wesley van Fiegelboy1999 met vandaag weer de nieuwe Leonard Hatjes Spelers Career Mode. Gisteren geen uh, commentaar onder de video, maar dat komt gewoon omdat ik ook echt. Want ik neem natuurlijk altijd vrijdags. Ik um, spreek altijd vrijdags mijn video's in van zaterdag. En ja, vrijdag was ik zo laat klaar met werken. Ik was zo moe. Gisteren ook nog. Ik heb eindelijk uit kunnen slapen. Nu ben ik weer fit. De hele week sowieso ben ik al een beetje moe en. Um, ja, ik had nu gewoon even de tijd nodig om weer 100% te zijn. En dat ben ik nu weer. Dus vandaag weer gewoon een commentaar onder de video. Onder deze video met de Lennart Hatjes career mode. Gisteren hebben we natuurlijk ook al de Barcelona career mode gezien. Is een beetje samen wat er daar gebeurde natuurlijk. Waar Tim en ik weer wisten te scoren. Dat is natuurlijk één groot voordeel geweest. Hier komen we ook op 1-0 voorsprong. Jotta terug van zijn blessure. Scoort de voorsprong voor liverpool ja, Wij gaan natuurlijk hopen, we gaan heel het wedstrijd simuleren ook wel in deze aflevering. Want ik wil eigenlijk dit seizoen nog afmaken met hartjes, dan de stap te maken naar een volgende club. Uh, van Liverpool, misschien blijven we wel in Engeland, misschien gaan we wel naar Manchester United of naar Manchester City, naar de Spurs, misschien gaan we wel naar, naar Duitsland toe, naar de Bundesliga misschien wel, die gaan we wel naar Italië, Frankrijk, het kan allemaal. We gaan allemaal kijken wat er op ons pad komt als speler uh, van Liverpool, als middenvelder van Liverpool. Kijken wat voor uh, mooie aanbiedingen we bij gaan krijgen. Maar goed, in ieder geval is hier dus, dus nog steeds de 1-0 voorsprong. 25 minuten gespeeld. We hebben het hier die van de Beek. Naar Luis Diaz. Joao Felix. De vraag is, kunnen wij de bal onderscheppen? Jazeker. Liverpool nu weer eruit. Hartjes. Komt er daar een goede paas. Hartjes nu op snelheid zelf. Lennart Hartjes. Dat is niet zo'n lekkere paas. Balbevel in bezit voor ons. Dat is mooi. hartjes Bal terug op Mané. hartjes hartjes zelf in de redding Van Oblak. Dat is de kans voor ons op een doelpunt. Maar het blijft 1-0. Ondertussen al de tweede helft. En nog steeds is het die 1-0 voorsprong. Williams. Alexander Arnold. Goede onderschepping. Bal nu voor de doelman. Ellison. Richting hartjes Zwanberg. En nog steeds 1-0. En we gaan hopen dat wij nu... Ook een aandacht kunnen hebben in het doelpunt. Die er gaat aankomen. Tenminste, dat hopen we dat er een doelpunt aan gaat komen. Kiata. Doet het goed. Kiata, paas is goed. En. het valt uiteindelijk niet goed voor Dibala. En dit is weer de omschakeling van de Madrid: Van de Beek, Diaz, Joa Felix. Druk wordt behouden door Liverpool. Minuut 60. Als we deze winnen, zijn we officieel door. In de Champions League. En dit is een vrije trap voor uh, Atletico. Alleen is, dan is de laatste wedstrijd tegen CSK een strijd om de eerste of tweede plaats. Als ik goed heb volgens mij. Maar we zijn wel sowieso wel door als we hier winnen. Wissel bij Atletico en bij Liverpool. De aanvoerder bij Atletico naar de kant: Williams. Joao Fenix hier met het schot in de muur. En nu komt de koutermogelijkheid voor Liverpool. Als ja, wij goed de druk zetten, Dan moeten wij hier nu voor het gaan. Gaat het lukken? Lennart Hartjes voor de 2-0. Nee, de redding. Hoe kan deze er niet in gaan? Het is 2-0. Het is geen 2-0. Het had 2-0 moeten zijn. Ook weer wissel. Eliot En één voor Dibala. Dit schot is weer geblokt. Proberen het opnieuw. Hartjes. Lennart Hartjes. Komt er nou nog een voorzet? Hij gaat er wel naar op zoek. Hij geeft de paas goed. Kiata. Jota. Hier de kans voor Hartjes. En hij is nu wel raak. Het is 2-0 voor Liverpool. En ja, het is dan nu uiteindelijk wel. Lennart Hartjes met die voorsprong van 2-0 voor Liverpool. Perfect gedaan. In deze ene laatste Champions League duel. In de 68e minuut. 2-0 voor Liverpool. Lang moeten wachten. Maar toch het uiteindelijk gebeurt. Hartjes. En nu lijkt Liverpool de smaak te pakken te hebben. Elliot. Goeie paas wou ik zeggen, maar er wordt onderschept. toch nog weer voor Liverpool. Jota, omdat het gewoon goed opgelet wordt. Hartjes kan nog een keer schieten. Dat doet hij ook met de handen van Oblak. De laatste kwartier van de wedstrijd ongeveer. 2-0 voor Liverpool. En ja, naar de winst in de Conference League vorig seizoen. Wil Hartjes ook de Champions League gaan winnen met Liverpool. En hier is het in ieder geval 3-0. Weer Jota, die weer terug is. En ook dus weer zijn doelpunt maakt. Laatste kwartier, oeh, zorg gedaan door Atletico, waar wij nu de bal zo in onze voeten hebben. Nou, dan kunnen we zelf voor een voorzet gaan. Dat gaat niet echt lekker. Eliot, bal terug, hartjes en een prachtig gedaan met de hak. 4-0 voor Liverpool. Twee keer hartjes, twee keer Jota, zorgen ervoor dat het hier 4-0 staat voor Liverpool. Perfect gedaan. De laatste 10 minuten is het raak. 4-0 voor Liverpool. Twee keer Jota, twee keer hartjes. De twee die ontzettend belangrijk zijn in deze wedstrijd: Luis Diaz, Jimenez van de Beek. De bal zit dus nu weer voor. Uh, Waarom we zeggen van te te komen? We hebben de bal snel terug. Hartjes, goede steekpas op uh, Jota. Hier de kans nu. Maar nee, gaat op zoek naar de ruimte. Vindt hij alleen niet helemaal lekker. Oblak. ook niet echt. Ik uh, zeg van joh, gaat top. Oblak. Nu de bal naar voren gepeerd. Luis Diaz. Gerard. Alexander-Arnold. Matau. Nu weer de bal bezit voor eh, Liverpool. Oeh, waar heb ik geblesseerd? Ik hoop niet dat het al te ernstig is. Ieder geval, het hier nog wel 5-0. Eliot, de vervanging van Dybala, schiet de 5-0 binnen. Nou, we worden niet gewisseld. De dus schijnbaar is het niet zo ernstig. Daar ben ik wel blij mee. De wissels zijn gewoon op. Dat kan natuurlijk ook nog. Laatste uur er gaan in. 5-0 voor Liverpool. Ik denk niet meer dat het fout kan gaan. Dan hopen dat wij gewoon geen blessure hebben. Dat hoop ik echt, echt van harte. Dat het bij ons gewoon hartstikke meevalt. De extra tijd zit er bijna op. 5-0 voor Liverpool. Dan gaan we opmaken voor een paar competitiewedstrijden die we gaan simuleren. En een paar bekerwedstrijden volgens mij ook nog. Uh, we gaan nog natuurlijk ons focussen op de competitie en de Champions League. Want de beker ja op zich ja. Ik wil gewoon, of ik, hartjes, wil gewoon de Champions League winnen. We winnen hier wel een 2-1 van Everton, dus we moeten gewoon ver komen in de Champions League. Dat is gewoon één ding wat zeker is. We winnen met 2-1 van Everton staan we dus bovenaan, nog steeds in de Premier League. Dan doen we weer een trainingtje bijna richting de 88. Brentford is nu de volgende tegenstander. Wat doen we tegen Brentford? Snel simuleren in deze wedstrijd. Die uh, winnen we ook weer 4-2. Perfecte overwinning. En dan hebben we nu een competitie tegen Crystal Palace. Die staat 16e. Wat doen we tegen de nummer 16 van de Premier League? Deze wedstrijd winnen we ook overtuigend 3-0. En we hebben nog weten te scoren ook. Dat is ook mooi. En nu de laatste groepsfase in de Champions League. Die is tegen CSK Moskou. En die gaan we dus ook snel simuleren. Um, nou zei ik dat het gaat om nummer 1 positie. Maar ik zie hier dat het niet uitmaakt. We blijven nummer 1. Want CSK Moskou heeft 9 en wij hebben de 13. En als ze winnen, komen er drie bij, zitten ze op 12. En ze winnen niet, want wij winnen Dus we zijn uh, gewoon eerste geworden in de groepsfase van de Champions League. Dat is mooi. Zeker tof. Tweede ronde. Als jullie wat geboor horen of raar geluid op de achtergrond. Ja, de buurman is hier bezig met boren. Ook lekker als je een video aan het opnemen bent. Hier winnen we het 1 of van Aston Villa. Dat is zeker ook mooi voor de competitie. Door naar de volgende wedstrijden. Arsenal volgens mij als ik het goed las, is de volgende tegenstander. Ik zei het al, we gaan heel wat wedstrijden simuleren. Zo dus ook deze. United hebben we ook. Wat doen we tegen Arsenal? Deze wedstrijd spelen we gelijk. 1-1. Oké. Okay. Ja, kan ik mee leven op zich. 1-1 tegen Arsenal. Wat wordt het tegen Manchester United? Dat tweede, staat onder ons. Die moeten we eigenlijk gewoon spelen. Maar ik ga hem toch snel simuleren. En het is 1-1. Uh, ja, op zich. Ook een redelijk goed. Goede uitslag. Kwartfinale van de Carabao, Carabao Cup gaan we ook simuleren. Ja, ik zei het al, bekenwedstrijden ga ik me niet meer op focussen nu. Ik ga echt op de competitie en op de Champions League focussen. Leeds United nu de wedstrijd die we hebben. En wat wordt het tegen Leeds United? Deze wedstrijd aandacht in 3-1 winst. We door in de Carabao Cup, dat wel. En we hebben nu de wedstrijd tegen de Spurs. En die gaan wij spelen. En als het goed gaat gaan we kijken hoe het dan verder gaat verlopen. We gaan in ieder geval starten met de wedstrijd tegen de Spurs. 29 december 2024 is het uh, ja, Liverpool tegen de Spurs. Daarna we weer een uh, bekerwedstrijd. Maar dat gaan, we, ja, dat gaan we dan wel weer even simuleren. Want ja, het staat al bekerwedstrijden, focussen we niet op. Echt op competitie en op de Champions League. We gaan beginnen. De spelersbus staat klaar. En wij gaan beginnen aan de wedstrijd, die hier dus ook nu begonnen is. Waar Liverpool gelijk de avond gaat zoeken. De Varens pakt het gelijk goed uit. De voorzet wordt weggehaald door. Uh, door de Spurs. Roderico. Goede ontschepping, maar nee. Hatjes. Goede steekpaas hier op Asensio. 1-0 voor Liverpool. Asensio met de paas van Hatjes scoren. Zorg ervoor dat het 1-0 is. Hier weer Hatjes. Kan kunnen we weer belangrijk zijn. Misschien zelf voor een doelpunt gaan. Dat kunnen we wel. En dat doen we ook. 2-0. Lennart Hatjes scoort. Minuut 36. 2-0 voor Liverpool. Prachtig doelpunt. En 2-0 is het. Tussen de tweede helft al. Nog steeds die 2-0 stand dus. Lennart had je schat op eigen ja, oh, eigen succes wil uh, voor een kans gaan. Ja, en het wordt geblokt. en dan staat er al een wissel klaar. Dan worden we dus al naar de kant gehaald, Al vroeg in de tweede helft. En ik denk dat deze wedstrijd er al voor ons op zit. We hebben met 2-0 gewonnen uiteindelijk toch. We zijn belangrijkste geweest met het winnende doelpunt. En dat is zeker mooi in zo'n wedstrijd. Best op het veld geweest terwijl we niet eens de hele wedstrijd hebben gespeeld. Eston Villa, competitiewedstrijd nu. Eston Villa, Liverpool snel simuleren. 3-0 winst. Kijk. Nu is de volgende tegenstander eventjes kijken. Eventjes spieken. Ja, prima. Oké. Okay. Volgende wedstrijd is tegen Crystal Palace alweer. En daarna de beker tegen Arsenal. Wat doen we tegen Crystal Palace? Deze wedstrijd eindigt in een 3-3. Dat is een verrassende 3-3. niet verwacht. Nu de beker wedstrijd tegen Arsenal. Simuleren we ook. De halve finale van de Carabao Cup. Tegen Arsenal, we gaan het zien wat het gaat worden. Op 8 januari 2025, wat doen we tegen uh, Arsenal? We simuleren. En deze wedstrijd. Die verliezen we met 2-1, maar we hebben nog een andere uh, half finale, volgens mij. We hebben twee finales, dus we gaan het zien. Nu de volgende wedstrijd in de FA Cup tegen Brentford. Derde ronde van de FA Cup, gaan we die doorkomen? Je zou zeggen, toch wel tegen Brentford. Wat wordt het? Liverpool, Brentford. En deze wedstrijd. Verliezen we met 2-0. Die had ik niet zien aankomen. Ik had toch verwacht te simuleren dat we die zouden kunnen gaan winnen. Maar we liggen dus ook uit de FA Cup. Dus we hebben nu alleen, alleen nog in de Carabao Cup. Ja, half-half. De competitie en de Champions League. Waar we op ons kan gaan focussen. We gaan het zien of dat ook uh, gaat gebeuren. In ieder geval hopen we die Champions League te gaan winnen. En tegen wie is de volgende wedstrijd? Tegen Manchester United. Die ga ik voor de volgende aflevering eh, bewaren. Dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En de druk op het duimpje gedaan. En dan zeg ik tot de tijd. En uh, zoals nu. Later.